Daar ga ik niet heen. Daar ga je nooit heen. Nee, daar ga ik niet heen. Komt u nooit in Duitsland? Nee, kom ik niet. Nee. Daar ga ik niet heen. Deze QR-code bewijst dat ik volledig gevaccineerd ben. Als je naar Duitsland wil, heb je vanaf vandaag zo'n code nodig. Of je moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Wat vinden de mensen daar eigenlijk van? Wat vindt u ervan dat je vanaf vandaag alleen nog maar met zo'n QR-code Duitsland binnen mag? Zonder beperkingen dan? Ja, dat is lastig, want de kinderen die mogen niet mee. Kijk, die zijn nog niet gevaccineerd. Dus dan, ja. Maar voor ons tweeën maakt het niet zo heel veel uit. Volgens mij heb ik niks nodig als ik binnen 24 uur weer terugkom. Nou ja, je hebt wel wat nodig. Vanaf vandaag heb je een negatieve test nodig of een bewijs van vaccinatie of herstel. Dus als je binnen de 24 uur naar Duitsland wil, dan heb je zoiets nodig. Wat vindt u daarvan? Dan moet ik nog goed lezen, want dat geloof ik niet. Covid staat erop. Ja. Ik ben een uur bezig geweest om zo ver te komen. Kun je vergeten. Ik doe het op die manier. Dat kan dus ook. Gewoon gesield. Nou ja, God, het hoort erbij. Ik heb er geen probleem mee. Ja. Wat moet, het moet. Als je allemaal een beetje aan de regels houdt, komt het er bovenaf. Ik vind het heel moeilijk. Ja, je kunt eigenlijk niemand verplichten om te vaccineren, maar het is wel het beste, vind ik. Ik vind dat wel onterecht. Ja, dat uiteindelijk dat ze zeggen dat het niet verplicht is, maar dat je eigenlijk indirect wel verplicht wordt, want ze gaan dingen verbieden. Ze zeggen van ja, we gaan jullie niks verbieden, maar ze gaan uiteindelijk wel zeggen van als je niet gevaccineerd bent, mag je hier niet op het terras zitten of zo. En dat vind ik wel onterecht. Ik ben allemaal niks. Ik kom ook niet in Duitsland. Gaan jullie over de grens naar Duitsland? Nee, ik ben pas geweest. Ik wel. Ik heb net een boekje gehaald. Aha. En dan ga ik even naar de GGD, want ik ben gevaccineerd. Ja. En wat doe je dan in Duitsland? Inkopen. Inkopen? Inkopen doen, ja, bij de Aldi. Dan ga ik griesmeelpudding kopen. Ja. En de kaas, de Hollandse kaas, koop ik bij Aldi in Duitsland. Okay. En het is gewoon hele lekkere kaas. Maar daar ga ik niet heen. Daar ga ik niet heen. Komt u nooit in Duitsland? Nee, ik kom niet. Nee. Daar ga ik niet heen. Ja, ik ga wel eens naar Duitsland, maar ja, ik ben net een... 6 weken in Zeeland, Zuid-Zeeland geweest dus. Ik ga wel eens met mijn man, dan gaan we benzine tanken en dan even bij de drogisterijen langs. Maar we hebben het nog niet gedaan. Wat vindt u dan in het algemeen dat gevaccineerde mensen meer privileges hebben dan niet gevaccineerde mensen? Terecht. Terecht? Ja. Ben ik niet eens. Ja. Ze mogen wel zelf beslissen, maar ze leggen zichzelf beperking op, dus dat doen ze zelf. Het ligt een beetje aan hunzelf. Ze willen zich niet vaccineren, dan hebben ze minder mogelijkheden. Ja, voor mij wel. Niet voor alles, maar niet om naar Duitsland heen te gaan, maar voor een festival waar tigduizenden mensen komen, denk ik dat het wel terecht is. Ja, kijk, weet je, moet het allemaal zelf weten. Het maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Jazeker. Zonder regels kunnen we niet leven, hè? Ja, moeten we gewoon aan regels houden. Ja, dat is het beste. Zonder een vaccin kunnen we niet ons leven terugkrijgen. Ik vind weer wel eens, die meter afstand, dat is niet zo erg. Ja. Maar de mondkapjes, die moeten erop blijven. Ja. Want je praat veel en je doet alles, maar de afstand zegt niks. Ze zeggen dat je vrijheid hebt, maar eigenlijk heb je dat niet. Maar kijk maar naar buitenland, je mag niet meer uitgaan zonder vaccinatie. Op terras komen mag je niet zonder vaccinatie. Dus dat vind ik wel onterecht. Ik snap wel waarom, maar dan moet je niet zeggen, je hebt vrijheid. Moet je gewoon eerlijk zijn.